Hey, hallo en welkom. Leuk dat jullie er allemaal weer zijn. Jongens, Rick's huis is weg. Hey, hallo. Ik ben hier mijn intro aan het doen. En er zit hier eentje te geluidjes te maken. Hier, jij loser. Met je mijn intro verstoren. In ieder geval leuk dat jullie er zijn, jongens. Het is vandaag gewoon weer een prachtige Enderman. En ik ben gisteren live geweest, dus er is weer een beetje progressie geweest, jongens. En namelijk, Rick's huisje daar is helaas niet langer onder ons. We hebben hem veranderd in een villagerhoofd. Maar je kan er onderdoor en dan kom je nu in het huis die nog helemaal vakant is. Hij is nog helemaal niet af. Dus dat gaan we zeker eventjes doen. Right, villager? We hebben overigens ook hier wederom een nieuwe villager. We hebben er nu drie. Deze guy die verkoopt fortune. Deze guy verkoopt efficiency. En deze guy die... is baanloos. Maar voordat de video begint... hey! Even liken. Deze keer wederom 3000 likes. Weten jullie allemaal nog deze video? In die video ging ik al jullie concepten nabouwen in Minecraft. Of nabouwen, ik ging ze gewoon bouwen. Waaronder dus mijn geheime poort daar. Of geheime ingangetje. Of mijn watervalletje hier. Maar deze video gaan we dus exact hetzelfde concept doen, jongens. Ik ga nog meer van jullie ideeën bouwen. Ik ben helemaal ready om nog meer van jullie prachtige ideeën te bouwen. En laten we dan gelijk beginnen met de eerste. Idee. Ga Iddo trollen, omdat hij bout is. Akkoord. We gaan naar Iddo's base, jongens. En ik heb al een heel leuk idee die we even uit gaan voeren op zijn base. Het gaat een kleine troll zijn. Hij is niet online. Alleen Robin is op het moment online, maar dat is niet erg. Ik ga heel eventjes Iddo pranken. Ik heb daar wel Robin's hulp bij nodig. Hallo? Hallo? Is hier iemand? Hoi. Hey. Hoi. Ik sta hier al uren te wachten. Had ik een leuk idee om zijn hele vloer in zijn huis te vervangen voor dat blok waar je loopt dat het pijn doet. Weet je dat blok ook weer? Van die magma blokken. Magma blokken, ja. Ik dacht dat dan als we magma blokken, hele vloer vervangen en dan gewoon dan weer weggaan. En geen teken achterlaten dat het ons was, hij mag niet mee te gamen. Ja, goeie. Ik wil jou wel helpen, ja. Kom. Wacht even. Nee, ik ga al. Doei. Nee, stop. Doei. Doei. Oh. Oh. Pak ze, pak ze, pak ze. Help! Laat me nou niet achter. Kom. Oh my days. Pak ze, Robin. Het is gevaarlijk. Okay, kom, kom, kom. Achter mij. Ja, ik ga achter je schuilen. Oké, okay. Heb je een boog of zo? Ja, oké, okay, nu, rennen, rennen. Au. Ah. 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 Wie zei dat dit een goed idee was? Ik. Oh, doei. Hier naar links. Hier links is een baan waar we het kunnen vinden. Daar, ik zie er één. Ja! Eén! Hier, kijk, hier is meer. Ik denk dat dit beter is als we dit pakken. Ah! Ah! Vreselijk, die beesten. Ja. Dit gaan we even hakken allemaal. Nee, 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 nee. Ik viel in de lava, ik ben in de lava vallen. Au, 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 au. Nee, au. Nee, ik ga het overleven. Ik ga het overleven. Ik ga het overleven. Ik ga het overleven. Alsjeblieft. Oh! Oh! Ah! Val jij ze maar aan. Oh my days. Rennen. Weet je wat? Skip het. Rennen. Nee, die dingen. Nee. Oh. Pak ze. Yeah. Let's go. We gaan weer terug. Oké, okay, Iddo's dingen zien naar beneden, toch? Kom, neem de achtbaan van Iddo. En go. Ik ga... Ah, lekker voor je. Iddo heeft gewoon een achtbaan gemaakt. Wat leuk. Wat goed. Ik hoop dat dit naar Iddo's base is. Ik weet niet waar dit naartoe leidt. Is dit hem? Ik denk dat dit de portal ja, ja, is. Ja, dit is hem. Oké, we zijn aangekomen bij de base van Iddo en Robin, die gaat toevallig nu net live. Dit is Iddo zijn base. Heel prachtig, heel leuk, samen met Peek. En ik dacht, wat nou als wij heel zijn binnenkant hier, heel zijn vloer, verbouwen. Inclusief deze vloer hier. Inclusief deze vloer hier. Inclusief deze vloer hier. Oh, daar hebben we denk ik wel meer nodig dan dat we nu hebben. Wat als we dat vervangen voor magma bloks? Hé, hey, gaan we de prank uithalen op Iddo? Ja. Ik heb even gekeken en er is echt heel veel vloer. Echt, echt ja, zeg maar. Ja, dat zei ik toch al? Ja, dus laten we beginnen met hieronder, bij zijn chestroom. Want daar is hij denk ik het meest. Oké. Okay. Dan gaan we gewoon elk blokje weghakken hier. Maar dan moeten ze honden... Denken, wat doen we met zijn honden? Offeren we die gewoon op? Volgens mij... Ja? Die hond hier wel gewoon opzetten. Oh nee! 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 Wat doe je nou? Dat kan niet. Nee, dat kan niet. Weet je wat? Dan doen we hem onder de chest, zijn hond. Kijk, daar zit hij veilig. Let op, deze hond ook. Kijk. Let op. Hier zit hij ja, veilig. Weg, hond. Zo. Hier zit zijn hond veilig. Iddo, je hond is veilig. Yeah! Dit is de eerste vloer. Hoeveel heb je nog over? Anderhalve stek. Oké, okay, dan gaan we... Doe er ook naar boven niet, want dan ziet hij het gelijk al. Misschien het moet zeg maar... ja, die is mooi. Kijk, wacht, nog niet boven. Juist alleen beneden, ja. Denk ik, is wel het leukst. Oké. Okay. Dat die beneden komt en heel zijn vloer is gewoon... Mag maar cubes. Dit vind ik wel leuk eigenlijk. Het ziet er ook niet eens heel lelijk uit, maar het is gewoon echt heel vervelend. Nee, dat klopt.
En zijn blokken, wat doen we met zijn blokken die wij weghakken? Die plaatsen gewoon in de kist. Ik heb het teruggelegd in zijn... Auw, is auw. Ik heb alle stenen terug... Auw, in zijn kist, auw, is auw, in zijn kist gelegd. Ja, nee, topverhaal. Auw, auw, auw. En als enige tekst doen we... Sorry. Zo krijgen we geen damage. Ja, precies. Daar kom ik hoor, daar kom ik. Pas maar op, ik ga je inhalen. Ik ga je inhalen. Pas maar op. Nee! Oké, jongens, dan hebben we nu het eerste idee uitgevoerd. Namelijk, ga Iddo trollen. We hebben de hele vloer aangepast naar magma blocks. En dus tijd voor idee 2. Namelijk, maak een secret chest room in de waterval. Achter de waterval. Weet ik voor wat, ergens bij de waterval. Ik vond het een heel goed idee. Vanaf het moment dat jij dat zei, dacht ik, jotenpalen. Waarom heb ik dat nog niet eerder gedaan? Gewoon een geheime kamer. Of een, ja, het is wederom een geheime kamer. Maar deze is deze keer achter de waterval. Hoe leuk is dat? Hem dan achter, waar doen we hem achter? Waar gaan we hem plaatsen? Dat is nog best wel een grote vraag. Ik denk dat ik hem niet zo super geheim wil maken. Dat je helemaal met een moet zoeken of zo, weet ik veel wat. Dat je hem op zich wel mag zien. Maar dat het gewoon. Ik wil het zeg maar typisch doen, weet je? Ik dacht, ik kan ook wel hier naar beneden graven. En dat je dan. Dan is het een beetje geheim. Maar waarom zou ik het zo geheim doen? Waarom kan ik niet meer typisch doen? Dat het er gewoon achter zit. Dat ik hier dit gewoon weghak, zo, weet je? Dat is toch veel typischer om daar dan een geheime kamer te doen. Of een geheime een kamer te bouwen hier. Dit is toch veel leuker, jongens. Ik denk dat ik het zoals dit doe. En wat ik hier dan ga plaatsen, is gewoon wat met goud en zo. Gewoon een geheime schatkamer wordt dit. Kijk, we zijn lekker bezig met gewoon het graven van een soort cave. Ik beetje hetzelfde idee als wat er een nederbase is tot nu toe. Echter ga ik hier dan wel gewoon een soort eindkamertje maken waar dan heel veel goud zit en een kist en weet ik veel wat. En nog wat water, weet je. Het water moet misschien hier langs de zijkant zo stromen richting een ander poeltje hier midden in de cave. Oké, jongens, kijk. Je hebt nu dus dat je die waterval hier hebt. Leuk. En als je er dan doorheen gaat, is in ieder geval, als je er doorheen komt, is er een ruimte gecreëerd hier zo. De vloer is nog heel plat, maar dat gaan we zeker even oplossen. Echter wil ik eerst even details in de muur toebrengen. En ik heb er heel veel cobblestone. Dus laten we hier even wat kisten plaatsen, zodat wij hier gewoon al onze spullen kunnen gebruiken. Echter moet ik ook nog mijn huis verplaatsen, want nu de villager hoofd hier is en dit dus omgebouwd gaat worden tot villagerspot en niet meer tot base. Is het hard nodig dat ik al mijn kisten ook binnenkort ga verplaatsen. Maar dat komt ook nog wel. Dat wil ik ook volgende video doen. En samen in die video wil ik mijn grote muur afbouwen qua details. Want dat is te lang geleden dat ik daar aan bezig ben geweest. En het is gewoon echt eventjes tijd dat ik dat ga doen. Nou, ons kleine setup hier is neergezet om te gaan bouwen. Het wordt hier allemaal nog net iets dieper. Maar niet veel dieper, maar ik wil het wel een beetje dieper hebben. Maar eerst even alle details toevoegen. Het verschil is al zo duidelijk, jongens. Dat is echt insane. Je kent het gewoon bijna. Nou, je kent het natuurlijk, herken je het wel. Maar het is gewoon echt heel anders. Het ziet er zoveel leuker uit inmiddels al. Als je gewoon ziet de details die er al wat meer in zitten. Als er nu gewoon ook de vloer wat leuker wordt. Ik ben gewoon heel veel enderside vooral aan toevoegen. En dan in blokvorm, in stairsvorm, weet ik veel wat voor vorm allemaal. Maar ik denk dat dat nu wel goed is. Ik denk dat ik nu wat leaves en wat lanterns toe moet voegen. Misschien wat walls, die heb ik ook nog. Ja, ik mis de walls. Oké, ik denk dat ik eigenlijk te veel troep hier heb neergezet. Want ik heb geen ruimte om alles te fixen. Dus laten wij de furnaces ook allemaal weer weghalen. Te veel spullen bij me. Het is echt insane. Maar hij ziet er wel heel leuk uit, de geheime ruimte hierachter. Hè? Achter de waterval zo. Ik twijfel of ik het water... Ik zei dat ik het water mee wilde laten lopen. Maar ik twijfel of ik dat daadwerkelijk ga doen. Misschien dat ik een ander water... Ja, ik heb een idee. Ik heb een idee, jongens. Oké, jongens. We zijn heel eventjes al het water aan toevoegen. Dan hebben we hier een mooi grasplekje aan het einde. Dan heb je zo'n mooi onderwaterplekje waar je uitkomt door de cave. Dit wordt langzaam gras. Hier gaan we een leuke kist plaatsen. Gaat wat goud nog zijn. Het moet helemaal perfect zijn. Bereid je me voor? Wat? Op de oorlog. Welke oorlog? Er komt dan een oorlog tegen Kingdom Uda. Tegen jouw loser opa Kingdom. De losers. Dag. Doei. Wat doen we nu? Deze gaat weg. Dan moeten hier nog wat blokjes komen. Gaan we de laatste details toevoegen. En dan is denk ik helemaal ready. Nou, dan is nog één dingetje. En dat is toch wel stiekem een beetje water nog meer. En ik dacht, gewoon heel simpel. Ja, dat is wat miste. Gewoon nog wat meer water, weet je? Oké, ik heb echt letterlijk van alles meegenomen. En ik ben zo benieuwd. Wacht, kijk, sowieso is het leuk dat we dit even doen. Hier, oh, in het algemeen. Maar nu heb ik ook nog andere blokken mee. Kijk, dat voegt zoveel kleur toe gewoon een beetje. Oh, dat ik die nog niet eerder had toegevoegd. Wat lilypads, dat je er overheen kan springen zo. Nog een lilypad, zo. Die rode vines, die lijken me heel cool. Kan ik dat plaatsen? Oh, ja, dat is lijp. Kijk, dit voegt toch veel toe, joh, in de cave. Wat besjes. En kijk, jongens, je hebt dit standaard gouden blok, weet je. Die is helemaal mooi. Maar ik heb ook deze van gewoon raw gold. Heb je ook een goudblok. En ik denk dat die veel beter is voor in deze cave. Oké, ik denk dat die letterlijk zo goed als af is. Ik vind hem heel leuk geworden, de cave. We gaan nu namelijk de kist daar plaatsen. En that's it. Ik denk dat het enige ding wat er komt een kist is. Met daarin de geheime schat die wij uitgekozen hebben. Maar wat gaat de geheime schat zijn? Dat ben ik wel heel benieuwd naar.
Dan heb ik nog een leuk idee, jongens. Overigens, ik ben alle spulletjes eerst even aan het ditchen. Ik heb nieuwe kisten nodig. Mijn kistruimte is gewoon officieel te weinig. Het prachtige idee is, ik heb hier allemaal leuke axolotjes die ik nog kwijt moet. Laten wij die daar ook even ditchen. En dan tegelijkertijd ons geheime object. Wat gaan we erin stoppen? Ah, ik heb een idee. Ik ga de Totem of Undying erin stoppen, jongens. Dat is mijn geheime schat. En mijn geheime schat is natuurlijk nu in deze geheime ruimte. De slag om toe... Hij is weg! Nee! Wie heeft hem gestolen? Oh, geprankt voor YouTube. Oh mijn god, Rick. Jij loser. Rick. Oh, vreselijk joch ben jij. Ik haat Rick, echt. Kijk eens aan. En dan, hatseflats. Dit is onze geheime cave met ons geheime item erin. Ik denk dat ik hem beter hier gewoon in een muur kan stoppen. De Totem of Undying. En dan toch misschien een kistje met een ander item erin. Dat we en de Totem of Undying hebben en een kistje. Maar eerst jongens, het is tijd om jullie eindelijk een huisje te geven. Jullie kunnen ergens wonen. Jullie hoeven niet langer te leven in een kist opgepropt met z'n allen. Jullie hebben een huisje. Wees thuis, voel je welkom. Geniet van jullie mooie grot. Jullie achter een watervalletje. Geniet ervan. En wat wij daarin doen, jongens, zijn de 3 diamonds van René. Die heet extra omdat je lief bent. Die had René aan mij gegeven. We gaan even simpen. Dit is de Simp Cave, jongens. We noemen hem de Simp Cave. Wat zijn jullie aan het chillen met z'n allen? Kijk, jongens. De Simp Cave. Extra omdat je lief bent. Daar doen we het voor. Bij deze heet ik even echt de Simp Cave. Zo ga ik hem ook gewoon noemen. Dan zijn we al aangekomen bij het volgende idee, jongens. Deze is af. We hebben de troll bij Edo gedaan. Dat zijn al 2 complete ideeën. Volgende idee is... Maak een uitkijktoren. By the way... Alweer een geweldige video. Hey, dankjewel. En jongens, een uitkijktoren vind ik een hele leuke. Maar voor een uitkijktoren, jongens, hebben wij heel veel hout nodig. En mijn bos is hier een beetje omgekapt. Dus we gaan gewoon even het grote bos daarin om zoveel mogelijk hout te hakken. Hout hebben we inmiddels wel genoeg. Ik ben een tijdje al even aan het hakken met mijn nieuwe pickaxe, de Yeri Destroyer. Die ik overigens binnenkort wel even moet maken. Maar ik heb gewoon al 5 stacks hout. Ja, nou, dat is genoeg. Oh, wat is dit nou? Wie heeft dit geplaatst? Dit is... Pas de start. Oorlog. Robin. Het is oorlog. Met jou. Klaar nu. Ga Kingdom Friesland inlichten. Die zou me helpen in tijden van nood. En dit is een tijd van nood. De oorlog kan wachten. Want we moeten eerst een uitkijktoren maken. Zodat we kunnen zien wanneer een Robin weer toeslaat. En ik dacht van de perfecte plek voor een uitkijktoren. Daar bovenop. Dan maken we dat een beetje plat. En dan maken we een uitkijktoren. Dus laten we die kant op huppelen. Even een platformpje creëren. En een uitkijktorentje bouwen. Maar daarvoor moeten we eerst dit rare puntje hier zo weghalen. En een beetje, ja, plat maken. Kijk hoe leuk het er eigenlijk al uitziet, jongens. René de leeuw, die begint ook al echt goed eruit te zien. Ze wil nog van die manen eromheen maken, waardoor het daadwerkelijk een leeuwkop wordt. De platformen beginnen er mooi uit te zien. Het begint langzaam echt één groot geheel te worden. Oké, de vorm is gebouwd. Ik wil klein beginnen. En hoe hoger die wordt, hoe breder die ook wordt. Maar dan niet zozeer veel breder, maar gewoon eigenlijk waar het torentje, het puntje van de toren zit. Daar moet het wat breder zijn. Ik vind het wel leuk om een uitkijktorentje te bouwen. Een keer wat bovengronds. Ik heb nog niet zoveel huizen gebouwd. Eigenlijk in Content Veen. Tot eigenlijk vrijwel geen één. Omdat ik alleen maar bezig ben met muren. Met grondse dingen. En weet ik veel wat. Heb ik eigenlijk het hele concept van gewoon een huis bouwen. Ben ik helemaal vergeten. Dus het is wel het eerste keer dat ik een gebouwtje bouw. Kijk, ik denk dat de toren zo wel hoog genoeg is. Het ding is, hij is totaal niet effectief of zo. Het is niet dat ik daadwerkelijk mensen kan spotten met deze toren. Maar het gaat een beetje om het idee. Het gaat allemaal eigenlijk stiekem een beetje om het idee. Ik hoop echt niet dat ik val, want het is zo hoog, joh. Echt, als ik hier moet je zien, als ik hier naar beneden val gewoon, dan ben ik echt helemaal dead. Kijk, jongens, de toren is hoog genoeg. Hier komt namelijk dat bolletje op wat ik zei, nou met een puntje erop. Hartstikke leuk. Gewoon de grote wachttoren van Kingdom Tutor waar niemand voorbij komt. Oké, jongens, het is heel leuk wat ik doe. Maar, auw, het is wel heel krap. Like, ik kan wel even laten zien wat ik bedoel met heel krap. Dit is de binnenkant. Kijk, het ziet er wat, ja, daar wat breder uit. Maar daar gaat het echt absoluut niet veel breder zijn. Maar het is niet erg. We gaan er gewoon laddertjes in plaatsen. Een erg old-fashioned iets ga ik doen. Gewoon namelijk laddertjes. Oké, daar gaan we, jongens. Het is alweer tijd voor het dak. We zijn lekker op weg. En hebben we, voor mijn gevoel hebben we best snel een torentje in elkaar gezet. Maar eerst kijken hoe het eruit ziet. Hè. Het is heel moeilijk om het in survival te doen. Want je kan gewoon letterlijk niet kijken waar je mee bezig bent. Je kan niet even omheen vliegen om te zien of het er allemaal wel leuk uitziet. Je kan niet even checken of het allemaal wel klopt. Oké, het dak is als het goed is af. Ik heb geen eten meer. Hoe kom ik nou beneden? Nee, ik heb geen eten. Er is nergens water waar ik in kan vallen. Of wel? Oké, dat is mijn hoop. Ja, oké. We zijn naar beneden gesprongen. De toren ziet er van hier leuk uit. Er zit nog weinig detail in het randje daar, maar daar gaan we voor zorgen. Laten we eerst in ieder geval even teruggaan. Even wat eten halen. Oké, jongens, ik denk dat hij klaar is. Even kijken.
Ja. Oeh, daar zit nog een gat daarboven. Dat moeten we nog fixen. Helemaal bovenin. Maar voor de rest, ik denk dat ik daar even niet te veel details toevoeg. Omdat ik het gewoon lekker rustig wil houden. Althans, ik kan het niet laten. Ik ga nog één detail toevoegen. Kijk, dat zijn de details, de streepjes. En ik zie nu ook dat er nog licht aan moeten. Dus we zijn eigenlijk nog stiekem niet klaar. En het laatste wat ik net ook al zei zijn lanterns. Dus die gaan we hier even scoopen. Dan nemen we wat vensters mee. En dan plaatsen we die even op de toren. En dan vind ik het helemaal mooi geweest. Maar moet je zien, jongens. De toren. De uitkijktoren. Hij is zo goed als af. Ik heb zoveel mogelijk andesite gebruikt erin. En zoveel mogelijk hout om een beetje te matchen met de rest van de bouwwerken die ik heb. En de laatste lantaarn. Paal of lantern is geplaatst, jongens. Ik vind het helemaal mooi. Zo, nou de toren is af. Hé, hey, Robin. Hé. Hey. Kijk, mijn toren is af. Ik zag het. Nice. Ik heb een toren gebouwd. Oké, jongens, de toren, zoals ik al zei, is af. En kijk nou, ik vind hem heel leuk geworden. Ik vind hem oprecht heel leuk geworden. Misschien dat we uiteindelijk het steen eromheen nog even een keertje wat mooier maken. Maar we hebben een uitkijktoren gebouwd. We zijn nu voor altijd veilig tegen Kingdom Friesland, Kingdom Jerry en de loser Kingdom van Bram, Kingdom Ude. We zijn compleet veilig. Maar voor de rest is dat dan deze video, jongens. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Als je nou wilt dat ik vaker ideeën doe van kijkers, laat dan zeker even een ideetje achter. En wie weet bouw ik hem de volgende keer wel in een van mijn video's. Zoals de toren, zoals de geheime waterval en zoals de prank op Ido. We hebben 3 ideeën gedaan. 3 ideeën die behoorlijk wat tijd kosten. Dus volgende keer misschien weer meer, maar misschien ook minder. Het ligt aan hoeveel tijd zo'n idee gaat kosten. Dankjewel voor het kijken in deze video. Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Abonneer zeker even als je hem niet hebt gedaan. Like even gaan voor 3000 likes. Ik had het al gezegd. Spreek je later, glaasje water. Tel tot 4, flesje bier. Ik ben mijn outro aan het doen, Reno. Wat doe je nou? Reno! Reno! Ik was mijn outro aan het doen.